zo vreselijk mensen, echt. En we zijn gezellig met hele familie en vrienden. Dus vanuit Rijswijk, Merry Christmas! Ja, dat weet ik ook niet. Wat heb niet ik nog meer? Je vrouw loopt weer te jatten, hè? Het is ongelooflijk. Ja, we komen uit Den Haag, hè? Nou, moet je nu eens kijken wie hier bij mij aan de kraam oliebolletjes komt halen. De beste zangeres van Nederland. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Een volle vlog met veel promo voor de nieuwe single Mama. We zijn bij 538 geweest, BNR Nieuwsradio, 5 uur live. Ik heb in de oliebollenkraam oliebollen verkocht, oudejaarsdag. We hebben natuurlijk kerst gevierd. Ik ben wezen kerstshoppen met mijn nichtjes. Optredens gehad, we zijn bij Ogene wezen kijken. Nou kortom, te veel om op te noemen, ga gewoon lekker kijken. Vind je het nu leuk, doe dan even een duim omhoog. En laat een reactie achter hier beneden, want ik lees ze allemaal. Veel plezier met kijken. Ja, hoe vind jij zo'n man eigenlijk? Nou, ik vond de hele omschrijving die Gerard net geeft, die vond ik wel heel mooi. Zoveel en volks. En kijk wat Gerard zegt van, er zijn niet zo heel veel goede zangeressen. Er zijn best wel heel veel goede zangeressen. Maar in het genre waarin Samantha zingt, daar is iemand met zoveel geluid en zo'n mooie stem. Dat is best wel zeldzaam. Ben ik met hem eens. Zo, ja, maar je zak steken. Misschien voor de mensen dan moet die niet goed een stukje laten horen van de nieuwe single, kan dat? Ja, te gek. Ja. Zou me helemaal laten horen. Nou ja, ging het om dat jij zo laat bent, wordt dat lastig hoor. Maar ik wou maar zeggen. Hey, laten we. Hoe heet deze? Hey, mama. Nou, je hoort er zelf van. Ja. Nou, je moet hem volpraten in de kop tot het gaat zingen. Maar ik weet dat niet. Gaat nu gebeuren, oh, let op. Ga maar hoor. Mama, kan ik even met je praten? Want het leven zit. Het is vrijdag en we zijn in Rijswijk aan het kerstshoppen en ik heb een kind op mijn nek. Ja. Hoe gaat het liedje? Rudolph the Red Nose. And a very shiny. And if you ever saw it, you would even say it. Ta da ta da ta ta ta. It's Christmas. Christmas on the dance floor. You and Jason. Het mooiste kerstfeest. On the koken bij de Lommelzee. Mijn kleding gaat te staan. De hart in mijn hart. In de wonderland. Het mooiste kerstfeest. Liefde is voor iedereen. Bij de eerste optreden, het is zaterdag. We zijn in Hardenberg. Kijk eens even. De kleedkamer. Ik met mijn neus in de boter. Ik moet bijna op, dus ik ga opschieten. We zijn zojuist bij de kerstshow geweest van Ogene in het Koerhuis en dat was te gek. Kan niet anders zeggen. Meiden, wat zijn jullie muzikaal? Zowel solo als met z'n drieën, ik vind het te gek. Complimenten en dikke kus van mij. Fijne dagen. Ik ben in Leeuwarden aangekomen. 16 kilo. Ik haat je zo zien, echt. Je was altijd mijn vriendin. Jij staat me uit te lachen laatst, hè? Ja, in de vlog. Met je sla. Ja, met mijn sla en mijn biefstuk. Met je moestuin. Het is vreselijk. Ik haat je vanaf nu. Je bent vriendin af. Nou, doei. Nee.
En dat was gisteren laat. Ja. Dus ik had een beetje moeite om op bed uit te komen. Maar we hebben inmiddels weer een radio-interview achter de rug. Was gezellig. En we zijn nu onderweg naar de supermarkt. Want het is bijna kerst. En we gaan kerstboodschappen doen. Dan kunnen we vanmiddag een beetje kokkerellen. Ik denk dat het vreselijk druk is. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, zonder boodschappen heb je ook geen kerstdiner. Oh ja? Ja. Het is zo vreselijk, mensen. Echt. We hebben nou een rustig plekje gevonden. Dit mag niet eens. Dat mag jij niet hebben. Oh. Oh. Zware stress. Iedereen heeft stress. Vreselijk. Ik ben ineens heel gelukkig. Weet je hoezo? We hebben de kerstboodschap in huis. Het was echt vreselijk, hè, dus. Deze. Ik vind het jammer dat ik jou niet gefilmd heb daarnet gewoon, terwijl je boodschap aan het doen was. Want je had een kop echt als een oorwurm. Je was niet grappig, je was niet gezellig. Nee, ik ben nooit gezellig, maar... Dat is niet waar. Maar goed, we hebben lekker de kerstboodschapjes binnen. We zijn lekker aan het koken. Voorbereiden voor de kerst. Want een vracht eten ligt er overal. Mia, kijk een staartje tellen. 1... 2, 3, 4, 5, 6 staartjes heb jij! Joepie! Ja. Het is de eerste kerstdag en we zijn aan het dobbelen. Oh, niet te doen. We gaan pikken van elkaar nu. Dat zal het mooiste zijn. 2, 2. Oh ja, snel gooien. 2. Wie hebt de wekker gezet dan? Denise. Denise. Twee. Ja. Denise speelt wel het vals. Benny of Denise? Ik ben Denise, maar Denise wel. Deze heeft al zoveel cadeaus. Zoveel cadeaus? Twee. Je wilt weer zes hebben. Oh! Oh! Je plafond. Oh, kijk eens hoe lekker. Eerste kerstdag en we eten ossehaas. Die maken wij. Ik ben vegetarisch, dus ik eet het niet. Vegetarische ossehaas. Speciaal voor deze. Ja, hij komt er Iemand zegt dat je dan een pannetje hebt, maar vaak heb je anders dat er ook niet verbrand zijn en dan moet de rest nog. Net sigaren. Lekker rollen. Nou, het is de eerste kerstdag en de tafel is gedekt. En we zijn gezellig met de hele familie en vrienden. Dus vanuit Rijswijk, Merry Christmas! Hi Mia. Wie ben jij? Fajana. Wat heb je lekker bossie? Maar dit kan echt niet. Nee, vreselijk. Echt vreselijk wat jij mijn armen gedaan. Kijk je trui. Nee, ik heb geen... Amai. Jij ziet er niet uit. Nee, ik zie er ook niet uit. Nee, jij niet. Ik wel. Oh, kijk die sokken. Kijk jouw neus. Je neus hangt. Die mag je nog eens een keer halen. Ik heb een hangende neus. Maar... Helemaal leuk. In de foute kersttrui. Ik ben benieuwd wie er nog meer met foute kersttrui komt. Ik denk dat we de enige zijn vandaag. Lopen we lekker. Niet goed doorgekregen. Voor lul. Maar goed, kan dat het schelen. Het is kerst. Met die grote hoed zo en zo. Robin Hood. Twee. Kapitana. Napoleon. Oh, En waar al die dingetjes zo slingeren door de jungle. En dat is dan een Liane. Pretpark. En ze slingeren, ze lopen los. Abel. En dan heb je... shampoo, eerst let van het alcohol. En dan heb je een hele enge film. Dat ja, Happy! Jongens, ik ben helemaal vol gevreten en gezopen van de afgelopen dagen. En wat gaan we dan doen? Snoephuisjes maken. Ik vind het wel gezellig hoor. Ik heb bij tante geslapen. Ja, inderdaad. En tante heeft niet geslapen. Nee. Wat was je aan het doen? Eten. Daisy opruimen straks, lekker alles. Lekker tante Daisy opruimen. Lekker.
naar de studio. Ik moet nog wat demo's inzingen voor het album. En ja, gewoon allemaal leuke dingen. Meid. Ik moest vanmorgen nog vuurwerk halen, want ik heb andere dagen geen tijd. Kijk, het lag hier gewoon voor je klaar. Ja, het is ongelofelijk. Ja, maar het weegt niks. Nee, hier, het is allemaal. Ik weet niet of jullie het horen thuis. Het is gewoon hol. Ik ben aangekomen in Lelystad. Maar je bent er klaar al, hè? Oh, ja, ik wilde eigenlijk net doen alsof dit nog van tevoren was. Nee, maar we zijn eigenlijk al klaar. We zijn eigenlijk al klaar. Het is niet gelukt. Ben je met Marco en het is super gezellig. Is neem je neus mee? Ja. Enig. Ik vond het heel gezellig. Het was heel leuk, hè? Het was heel leuk. Nee, het was een warm onthaal. Als je het terug wil luisteren, ga dan even naar omroepflevoland.nl/gemist. Of kijk op YouTube. Okay. Filmpje met beelden, kunnen ze je zien ook, hè? Oh, enig. Nou, en helemaal leuk. Live zien zingen. Allemaal kijken. Omroep Flevoland, met Marco. Gezellig. Ik ben in de kelder bij Omroep Flevoland. Ja, ik heb een leuk lampje. Ik mag iets uitkiezen hier. Leuk. Ik heb een lampje voor je eventueel. Oh, dat wat is moet leuk. Je in godsnaam mee? Ja, dat weet ik ook niet. Wat heb niet je meer? Je vrouw loopt weer te jatten, hè? Het is ongelooflijk. Ja, we komen uit Den Haag, hè? Je moet Den Haag nooit in de voorraadkast laten. Het is vrijdagavond en ik ben aangekomen bij Radio 538. Ik heb straks een interview en ik mag live mijn nieuwe single ten horen brengen. En ik moet nog even mijn haar doen, zie ik net. Ik heb er zin in. Met oud en nieuw. Okay. Oudejaarsdag, één dag in het jaar. Ja. En daar was ik net om even voor te proeven. En toen dacht ik, nou, hoe leuk is dat als ik lekker berlinebollen meeneem? Dat is maar ik wist lekker. Niet dat we met 104 mensen hier waren. Maar even eerlijk, zijn deze gelukt of zijn dit de mislukte die je hebt? Nee, nou, je mag het gaan proeven. Ja, ja, ja. Dat doe ik wel. Zo achterkomen. Ja. Maar heb je daar nog tijd voor, joh, in het oliebollen? Ja, haast niet. Ja, weet je, dat is een vriend van ons. Hij zei, je komt zeker dit jaar niet meer. Ik zeg, ja, tuurlijk wel, man. Dat is toch lachen, gieren, brullen in Amsterdam oliebollen verkopen. Dat is toch... Maar wat maak je dan zo wel mee als je in Amsterdam... Nou, wat niet. Verkoopt. Ik sta er elke keer weer van te kijken. Mama, kan ik even met je praten? Want het leven zit me eventjes niet mee. Ik heb alles wat me lief is, maar ik voel geen liefde meer. Ik heb je nu echt nodig. Het doet me te veel zeer. Mensen, dit is te gek. Mama wordt op 538 gedraaid. Woehoe! Het is zaterdag. En het is tijd voor het laatste optreden van dit jaar. En daar heb ik super veel zin in. Dan ga ik bijna op vakantie. En ik heb vandaag twee vrouwgets bij me. Dat is Oona. En Roxy. We gaan naar Heer Hugo Waard. Het is oudejaarsdag, oudejaarsochtend en ik was vanmorgen super vroeg wakker, echt 5:50 of zoiets. En, maar goed, we gaan oliebollen verkopen, ik ben met mijn zus. Gezellig. In Amsterdam. Nou, even ik heb er zin met mijn in. Zuster. Gezellig. Gezellig. Het is oudejaarsdag en dat betekent oliebollen verkopen voor mij. Jaarlijkse traditie bij onze vrienden in de Kinkerstraat in Amsterdam, waar ze overigens de lekkerste bolletjes hebben. Het wordt vers gebakken hier, jij moet je nou eens kijken. We hebben hele gezellige dames in de verkoop. Ja. Mijn zuster is erbij. Die mag ook weer eens een dagje mee. Nee, hij is gewoon lauwe. Dat is mijn zus. Heel druk bezig. Balletjes in het vet. Met krentjes, zonder krentjes. Appelbilletjes. Nou, het is toch enig. En we hebben een rij van hier tot Ginter nu al staan. En het is voor mij zo vroeg. Maar ik kom naar jullie toe. 5:00 live. Nou, moet je nu eens kijken wie hier bij mij aan de kraam oliebolletjes komt halen. De beste zangeres van Nederland.
Mijn maat. Hey, ik fietste langs. Ik wilde hier al halen. Ja. En toen zag ik jou staan en dacht, joep meteen. Dacht, ik fiets zo door. Wat brengt jou hier? Is dit van jouw familie? Ja. Dit is van mijn, ja, van mijn vrienden. Okay. Bijna familie. En ik vind het wel gezellig. Ik ga voor jou oliebollen pakken. Ja, nou, krentenbollen, hè? Krentjes. De krentjes uit de pap. Ik kom straks met jou een kus geven daar. Even. Ja. Kan ik even met je praten? Want het leven zit me eventjes in de weg. Ik ben in de make-up, ik heb ineens harde krullen. Ja. Maar dit is niet rooike donders, hoor. Deze. Nee. dit komt helemaal goed straks. Ik ben in de make-up bij 5 uur live, de laatste 5 uur live van dit jaar. Nou, ik vind het toch wel wat hebben. Of niet dan? Jouw laatste werkdag ook van dit jaar. Moet wel. Van mij? Oh, ja. Die praat tegen mij. Sorry. Ja. Nee, dat is mijn laatste klus. Oh, laatste heerlijk. Klus, lekker naar huis. Enig. Ja. Nou, ik heb er zin in. We hebben net gerepeteerd. Het ging allemaal goed. Dus gaan we straks zingen. Mama, live. Ja, voor je dat goed ging. Nee, dat is lekker. Koekje van eigen deeg. Koekje van eigen deeg krijgt die jongen. Maar het is wel lekker. Niet, ja. Dit was mijn vlog. Abonneren is helemaal gratis. Dat kan hieronder ergens. Om een knopje drukken. En natuurlijk een reactie achterlaten. Dat zou ik te gek vinden.